als een gek. Kom nou maar naar binnen, het eten staat klaar. Ja, ja, ik kom al. Stomme trut. Zwerfkat steelt kilo haring? Ja, ja, die poes was duidelijk zwanger. Kijk maar, hier. Diepe. Dit gaat toch gewoon niet? Nieuwsfeiten willen, keiharde nieuwsfeiten. Katten zijn geen nieuws. Ik geef je nog één kans. Morgen wil ik een stukje met nieuws. Echt nieuws. Een brandje, een jubileum. Het is me om het even. En zo niet... Zo niet, dan zal ik je toch echt moeten ontslaan. Sorry. Zwaar, Tines. Ik ben verlegen. En als je bij een krant werkt, dan mag je niet verlegen zijn. Je moet naar iedereen toe durven stappen. Je moet naar de minister durven gaan, al ligt hij in bad. En dan gewoon vragen... Vertel dus, wat heeft u eigenlijk gedaan vannacht? En toch zal het me lukken. Ik ga een nieuwtje vinden. Van onze journalist. Nieuws ligt op straat. Het is een verwarmingsketen die ontploft is en de storm in de gaten. Meneer Ademeets, oké. Meneer Ademeets? Meneer Ellemeet. Ja, ik kom eraan. Jongens, mooi. Meneer Ellemeet, wat ik wel vragen. Hey, Tibbe, wat is er aan de hand? Sjoerd. Heb je Ellemeet al gesproken? Nou, bijna. Meneer Ellemeet, Sjoerd de Wit, Killendoorse Courant. Mag ik een paar vraagjes stellen? Tuurlijk, met alle plezier. Ja, ja, nee, ja, een verwarmingsketen. Van onze eigen verslaggever. Man koopt vis. Hey, Tibbe. Hey. Zeg je iets? Mag ik 4 sardientjes alsjeblieft, Harry? Tuurlijk. Hier nog wat speciaals gebeurd? Nee, alles gewoon zijn gangetje. Kijk eens. Dat is goed zo, hè? Oké. Kom maar, lief. Kom maar. Goed. Dag. Dag. Is hij weg? Wie? Die hond. Die is weg, ja. Komt u maar. Ik durf niet. Het is zo hoog. U hoeft niet bang te zijn. Ik help wel. Komt u maar. Kom maar. Sorry, het spijt me. Ik moet de boom in als er een hond aankomt. Dat maakt niet uit, het is niet erg. Dank u wel. Juffrouw in een boom. Vertelt u eens, waar komt die angst voor honden eigenlijk vandaan? Hey, Bibi. Mag ik even computeren? Ja, tuurlijk, kom. Thank you.
muiden. Van een vriendinnetje. Leek me wel leuk voor een journalist. Wow. Ik kan het er ook weer afhalen, hoor. Ja, maakt niet uit. Morgen word ik toch ontslagen. Echt? Tenzij ik nog een goed stukje schrijf. Heb jij nog nieuws? Ik kan 8 voor me opstellen. Wauw, dat is goed. Maar ja, geen nieuws ben ik bang. Weet je wat dat is? Ik durf te weinig. Dat is het probleem. Ik durf niks. Nee, je moet het met je tong doen. Zo, kijk. Bibi, je had al in bed moeten liggen. Dat weet je best. Sorry, Tibbe. Hier word ik een beetje moe van. Zal ik echt niet met een sopje een keer de boel komen afnemen? Nee. Ja, maar ik heb vanavond nog een uurtje. Nou, nee, ik moet vanavond nog een stukje schrijven. Dus, ik wil niet dat ze ons samen zien. Oh, wat ben ik blij dat ik u zie. Jasses. Je stinkt naar een mens. En wat zijn dat voor vreselijke kleren? Waar heb je die vandaan? Die heb ik geleend. Gestolen? Je hebt toch nog wel een staart? Niet eens een knobbeltje. Niet eens een knobbeltje? Het is om je dood te schamen. Wat zeggen ze in de Emmalaan? Mijn zuster keert me de staart toe. Eigen schuld, zegt ze. Begrijpelijk. Mens zijn. Voor geen 1000 kanaries zou ik een mens willen zijn. Is er tovenarij in het spel? Weet ik niet. Ik weet alleen dat ik naar buiten ging als een kat. En terugkwam als een juffrouw. Zal toch je eigen schuld wel zijn? Heb je al een huis? Juffrouw in de boom. Vanavond omstreeks 8 uur werd een dame op de groenmarkt achtervolgd door een hond. In paniek klom zij tot in de hoge bomen, tot boven in de kruin. Aangezien zij er niet meer uit durfde, bood ik haar de helpende hand. Ja, het is een stukje. Bibi? Hallo, juffrouw? Excuseert mij, meneer. Ik zat hier boven op uw dak en het rook zo heerlijk. En zodoende ben ik door uw raam naar binnen geklommen. Dat is ook toevallig. Ik was net... We hebben elkaar toch ontmoet vanmiddag? Ja, De visjes zijn helaas op. Ja, als u zo'n honger hebt, ik wil wel een boterham maken. Met sardientjes of... Erg graag. Nou, gaat u maar even zitten. Mag ik misschien weten hoe u heet? Minoes. Juffrouw Minoes. Ja, ik ben... Meneer Tibbe. Ja, inderdaad. Ja, maar zeg maar Tibbe, hoor. Nou, als je het goed vindt, dan blijf ik liever meneer Tibbe zeggen. Wat deed u eigenlijk op het dak? Ik zocht een vaste baan. Op het dak? U werkt bij de krant, toch? Ja, inderdaad. Ik ben werkzaam op de redactie, dus artikelen schrijven, nieuwsfeiten opsporen. Maar niet lang meer.
Hoe weet u dat? Gehoord. Wie heeft u dat verteld? Tante Moortje. Tante Moortje? Ik ken helemaal geen Tante Moortje. Ik had van de burgemeester. Maar die heeft het weer van mevrouw Pastoor. Mevrouw Pastoor? Ik had van meneer Pastoor. Ja, juist. U moet maar weer eens gaan, hè? Dat is prettig kennis te maken. Het is al laat en ik moet nog een stukje schrijven. Maar ik dacht eigenlijk dat ik wel iets voor u kon betekenen. Ik heb een paar nieuwtjes gehoord onderweg. Nieuwtjes? Wat dan? Zou ik dan één nachtje mogen blijven? Goed. Goed, oké. Voor één nachtje dan. Als het interessant nieuws is natuurlijk. Wat heeft u dan precies gehoord? De jakkepoes krijgt binnenkort weer jongen. Oh. Juist. Ja, over katten mag ik niet meer schrijven. Dat vindt de krant niet interessant. Oh, jammer. Ja, jammer, ja. Heeft u niet nog wat meer nieuws? Iets? Nee. Mevrouw Pastoor heeft een pot gouden munten gevonden, maar of dat nou zo interessant is... Pastoor? Wauw. Kat vindt schat. Dag meneer Pastoor. Wat doe jij hier op dit onzalige uur? Van onze eigen verslaggever, journalist ontdekt oud goud. Goed, we openen met het stukje van Sjoerd. Dat is een prima stukje, Sjoerd. Bedankt, Pia. Ja, jongens, de journalistiek gaat rijden. Sorry dat ik wat laat ben. Ik moest nog even op de foto's wachten. Dat is deze keer, hè? Dat kan. Miljoenen vondst op het kerkhof leek me wel een pakkende kop. Ja. Hoe kom je daar nou aan? Oh, ik was toevallig in de buurt. Alsjeblieft. Twee ijskoeps tegenover één nieuwskoep. Dankjewel. Gefeliciteerd, Tim. Ik ben dol op nieuwtjes. Ja, anders ik wel. Morgen weer? Reken maar van juist. Ik ben helemaal hot. Juffrouw Minoes? Juffrouw Minoes? Mantelpakje of geen mantelpakje, het is een mens. En mensen horen niet op het dak. Nee. Sorry, Jakkepoes, maar je vergeet Sinterklaas en Zwarte Piet. Dat is toch zo? Die lopen toch op het dak? Dat vertelt meisje Smit altijd. Hou je kop, Simon. We hebben een probleem. Ja, wat moet dat mens op ons dak? Op dit tijdstip? Nou, sorry, mevrouw Pastoor, van mensenvrouwtjes heb ik heel weinig verstand. Maar van poezenvrouwtjes... Ja. En voor je het weet zijn ze zwanger. Je wordt bedankt. Graag gedaan. Eigenlijk hebben we niet echt veel last van het mens. Laten we naar huis gaan. Niks naar huis, Joop.
Straks zit het hele dak vol met mensen. We moeten een voorbeeld stellen. Kom. Ik snap ook niet waarom ik eruit zie als een mens. Ik spin, ik geef kopjes, van binnen ben ik nog helemaal kat. Oh, het is een poes. Sorry, ik had het niet meteen gezien. Hou je kop, Simon. Oh, sorry hoor. Laat je poot eens ruiken. Gadverdamme, mensengeur. Zo, mevrouw de Poes. De grote Mau Mau Song. Ooit van gehoord? Ja, natuurlijk. Doe dan. Nou, die bank die zat propvol, dus dan heb ik gewoon op de mat gescheten. Oh, sorry jongens, ik ga naar huis. Van al die verhalen doe ik het bijna in mijn broek. Maar je hebt toch helemaal geen broek? Hou je kop, Simon. Oh, nou, ik ga. Wel thuis allemaal. Droom zo. Nou, dag, meiden. Ja, ja. Laat me maar weer alleen. Ik heb nog een hoop te doen. Ciao. Ja. Dag, Casanova. Kater. Allemaal hetzelfde. Oh, ik zou ook wel naar huis willen. Ik had een huis. Met een tuin. Schijn er toch uit, Minoes. Alles wat de mensheid te bieden heeft zijn dierenartsen, prikken en vlooienbanden. Voor een huis met een kachel valt anders veel te zeggen, hoor, Jakkepoes. Ah, Minoes. De bak op tijd verschonen, tenminste. Maar wat is er nou mis met de vrije natuur, hè? Ik heb geen schone bak nodig, ongelukkig. Minoes! Minoes! Hij roept me. Is dat die Tibbe van de krant? Ja. Ja, maar daar ga je toch niet heen, Minoes? Blijf vrij. Ga met mij mee. Ik heb een oude caravan waar je in alle rust weer poes kan worden. Minoes! Juffrouw Minoes! Ik denk dat ik toch maar ga. Ach, zwakkeling. Denk erom, hè. Ze verzuipen je nestjes! Daar ben ik dan. Komt u binnen? Juffrouw Minoes, wat ik wilde vragen. Ik heb erover nagedacht en zou u mijn assistente willen worden? Dat u hier kunt eten en slapen in ruil voor nieuws. Snapt u? Erg graag. Mooi. Wat gebeurt in de stad? Is er weer eens wat? Is er weer eens wat? Is er weer eens wat gebeurd in de stad? Kat op de bank, je denkt dat hij slaapt. Maar stiekem spitst hij zijn oor. Hij luistert af wat de mensheid bespreekt. En fluistert het stilletjes door. Is er weer eens wat? Is er weer eens wat? Is er weer eens wat gebeurd in de stad? Is er weer eens wat? Is er weer eens wat? Is er weer eens wat gebeurd in de stad? Ziet een van de katten iets raars in de straat en denkt dat is interessant.
Dan zegt hij vlug tegen juffrouw Minoes. En staat het meteen in de krant. Maar die neus, die was van mij. Hey Timmer. Hey. Hoe gaat ie? Druk. Gek huis. Ja, ik ook. Ik ben bezig met een tekening. Van Jacobus. Oh, leuk. Voor die tekenwedstrijd. Tekenwedstrijd? Ja, van de Vereniging van Dierenvrienden. Oh. Je hebt zeker geen tijd om even te bekijken. Nou, weet je, ik heb nog een hele hoop werk te doen, dus... Oh, shit. Juffrouw Minoes, wat heeft u daar? Juffrouw... Los! Laat los! Los! Ik ben helemaal gek geworden. Ik had hem eigenlijk. Lieverd, mannen zijn nou eenmaal mannen en mannen doen soms stom. Daar kunnen ze niks aan doen. Hij heeft een geheim vriendinnetje. Ik heb haar zelf gezien. Tibby is verliefd. Verliefde mannen is helemaal een ramp. Het gaat wel weer over. Verliefdheid gaat altijd over. Goed, buurvrouw. Bedankt, buurvrouw. Goedenavond. Het schijnt dat er een juffrouw bij Tibbe inwoont. Oh, dat is dan leuk voor hem. Ik geloof anders dat het een hele rare juffrouw is. In elk geval gaat het ons niks aan. En volgens de buurvrouw zit ze 's nachts op het dak. Hoe weet je dat? Zit de buurvrouw soms zelf 's nachts op het dak? Jou kan het allemaal niet schelen wat daarboven gebeurt, maar mij wel. Ik ga morgen naar hem toe. Ach, man. Mevrouw Van Dam? Dag, Tibbe. Is er iets? Ik heb de huur toch op tijd overgemaakt? Ja, precies op tijd. Geen klachten. Zal ik een kopje koffie zetten? Nee, dank je. Ik kom alleen zeggen dat ik je stukjes in de krant lees. Leuke stukjes. Ja. Mag ik even rondneuzen? Nou... Oh, dit is het berghok. Ja, het oude rommel, stoelen. Mm-hmm. Oh, Voet je gekrapt! Het valt wel mee. Ik had het u al eerder willen zeggen, maar het kwam er maar niet van. Dit is mijn secretaresse, juffrouw Minoes. Mijn benedenbuurvrouw, hospita, moeder van Bibi, mevrouw Van Dam. Buitengewoon aangenaam kennis met u te maken. Dag. Dag. Hij komt hier niet meer boven. Nooit meer. Absoluut niet. Oké, juffrouw Minoes. U heet de graven. U kunt met katten communiceren. Prima. Noem het een medium, ook goed. Maar u bent geen kat. U bent een mens. En voor een mens zit u te veel op de daken en komt u te weinig op straat. Ik was vannacht nog op straat. Nee, u moet overdag op straat. Gewoon boodschappen doen of zo. Ja, goed. Ik wacht wel tot het donker is. En dan zijn de winkels dicht. Nu! Oké. We moeten brood hebben. Ik durf niet. De bakker zit op de Groenmarkt, vlakbij de Haringman. De vis is ook op. Misschien dat ik wel leer durven als ik eenmaal op straat ben. Ja, natuurlijk. U zou wel moeten. U moet zich aanpassen, anders kunt u hier onmogelijk blijven. Een gesneden bruin. Alleen, ik wou liever niet dat u de Haringman kopjes geeft. Hij doet niks hoor. Kom, Tarzan. Kom mee. Alsjeblieft. Gemakkelijk. Dag. Dag.
Hoeveel vis kan ik hiervoor krijgen? Hé, hey, psst, Loes. Loes, hierboven, op het dak. Hé, Simon. Ik heb nieuws voor de krant. Twee fantastische nieuwtjes. Zeg het eens, Simon. Is even neusje neusje. Meneer Ellemeet wordt voorzitter van de Vereniging van Dierenvrienden. En nog beter, de Titanic is gezonken. 2000 doden. Je hebt zeker weer bij geschiedenisles gezeten. Ja, je hebt het niet van mij. Ik wil mijn naam niet in de krant hebben. Sorry. Oké, helemaal. Omhoog, omhoog, omhoog. Hop, 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 hop. Kom jongens. Oké, Vivi, omhoog. Omhoog, omhoog. Hop, hop, hop. Vivi. 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 Jongens, kijk uit, kijk uit, kijk uit. Laat zien, laat zien. Doet het pijn? Ja. Wat gek. Wat een vreselijk gevoel. Ik geloof dat ik me schuldig voel. Schuldig? Wat is dat nou weer? Ja. Bart, aan de voet. Komt ie. Ah, Bart. Heel goed. Juffrouw Minoes? Poes, poes, poes. Ja, sorry dat ik je stoort, Tibbe, maar mede namens mijn vrouw moet ik je meedelen dat je secretaresse zit in een boom. Ik ben hier niet blij mee, juffrouw Minoes. Dus zo gaat het niet langer. Maar ik kan er niks aan doen als ik een hond zie. Alsjeblieft, help me. En het is niet alleen het bomen klimmen. Ik was echt heel erg ongerust. Ben ik nu assistent niet meer? Ja, maar ik heb nog nieuws. Meneer Ellemeet wordt voorzitter van de Vereniging van Dierenvrienden. Kijk, daar heb ik wat aan. Komt u maar. Als u nou gewoon zich iets meer als een dame gedraagt, hè, dan blijft u gewoon mijn assistent. Maar niet meer dat kattengedoe, niet meer op de daken. Ja, maar ik moet... Nee. Ja, maar ik moet nog iets belangrijks doen. Echt. Kijken. Nou, optrekken? Nou, dat zei ik toch? Je bent gewoon een natuurtalent, jij. Wauw. Mooi, hè? Ja. Kijk, dat is de school. Ja. Wauw! Wauw! Tinus, wat is er? Wauw! 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 De jakkepoes heeft jongen. Hoe weet jij dat? Oh, dat zegt Tinus. Wow. Hij is de vader, hij kan het weten. Maar kan je dan met poesen praten? Ik ben er zelf heen geweest. Maar... Ik weet ook niet hoe het kan. Ik kan me wel vaag iets herinneren van een vat, maar... En nu ben ik nog steeds een kat, maar in een verkeerd lichaam. Grappig. Noël. Laat mij maar even. Gefeliciteerd. Ach, het zijn mormels. Maar ja, wel mooie mormels. Kijk, die kleine, dat is toch net Tinus. Oh ja, dat is waar ook. Ik was het even bijna vergeten door de moederliefde. Je moet naar je tante Moortje. Die wacht op je. Ik heb nu geen tijd. Minoes, ze heeft nieuws van je zuster. En, wat zegt ze?
Alleen maar onzin. Kom, gaan. Dit is voor jou, omdat we nu al een beetje vriendinnetjes zijn. Dat is een kus, ken je dat niet? Ja, maar wij doen altijd neusie neusie. Laat rusten. Hey, juffrouw Minus. De jakkenpoes heeft jongen. 4 stuks. Dat is mooi. Wat rusten, meneer Tibbe. Wat rusten, juffrouw Minus. Een grote auto voor een groot journalist. Dat waren de exacte woorden van mevrouw Bongers. Net allemaal dankzij u, juffrouw Minus. Ik heb nog iets voor u. Pak maar. Straks op de receptie. Receptie? Ik dacht, dan komt het niet zo hard aan als u iemand krat. Ik dacht dat we naar de uitreiking van de tekenwedstrijd gingen. Ja, ook. Maar daarna is een hele grote receptie. Ik ga niet mee. Juffrouw Minus. Het zou echt heel goed voor u zijn. Ja, voor mij ook. We zijn allebei verlegen. En we moeten allebei leren durven. Nee. Nou, ik denk dat Arikman er ook is. Oh? Zeg nou op, meneer Tibbe. Winnares van de tekenwedstrijd. Pippi van Dam. Ik had het echt niet verwacht. En ik wil de vereniging van dierenvrienden bedanken voor deze prijs. Nog een speciaal bedankje voor de inspiratie en je familie. Nogmaals gefeliciteerd, Pippi van Dam. Kijk! Hey Tibbe, leuk dat je er bent. Sjoerd. Het is mijn secretaresse. AA-secretaresse, zo heet dat tegenwoordig. Ja. Juffrouw Minus. Ja. We hebben elkaar geloof ik al ontmoet. Niet waar? Is dat waar? Oh, sorry. Nou. Best. Mag ik dat zomaar pakken? Oh, straks. Beste mensen, ik vind het een grote eer aan te mogen kondigen de weldoener van onze stad, meneer Ellen Meet. Bravo! Mannetje, de burgemeester? Nee, just. Meneer Ellemeet, de directeur van de deodorantfabriek. Hij doet veel goed. Wat voor goed? Nou, hij geeft geld aan elk goed doel. De nieuwe voorzitter van de Vereniging van Dierenvrienden, meneer Ellemeet. Meneer Ellemeet, hierbij overhandigen de officiële voorzitterspenning. En staat er maar toe? Zeker. Staat er maar toe, meneer Ellemeet. Alsjeblieft. Dankjewel, Harry. Ik aanvaard dit ambt, dames en heren, met heel erg veel trots. Als directeur van een bloeiende onderneming als de deodorantfabriek heb je zeker verantwoordelijkheden en die houden we als kerstkerst. Nou ja, sommige mensen kunnen niet wachten. Laten we deze feestelijke gelegenheid vieren met een hapje en een snap. Ben je iets kwijt? Nee, alles onder controle. Maar anders help ik even zoeken. Ja, nee. Fijn dat ik u hier even kan spreken. Even rustig. Ik heb er zo over nagedacht. Burgemeester Van Wezel, ik zelf dacht aan een zwembad. Zwembad. Ach, u doelt op de uitbreiding van de deodorantfabriek. Ja, een zwembad. Nou, ik denk dat een gemeente als Kielendorp een zwembad altijd wel kan gebruiken. Ik weet niet hoe groot uw achtertuin is. Mijn achtertuin? Ik weet niet. In ieder geval, ik zal
de raad een positief advies geven. Hè? Waarom praten we er op een rustig moment niet eens over verder? Zeg, waarom komt u niet eens langs op de fabriek? Dat maakt dat allemaal een beetje tastbaar. Ja, inderdaad. Dat is een goed idee. U kent mijn vrouw? Ja. Juffrouw Minoes? Juffrouw Minoes, waar was u nou? Ik heb nieuws. Ja, kan me niet schelen. U moet er echt iets aan doen. U maakt me belachelijk met al dat kattige gedoe. Kats, niet kattig, maar kats. Nou, kats dan. U brengt me in de problemen. Ik probeer het wel, maar het lukt niet. Het is ontzettend verwarrend hoor, om twee wezens door elkaar te zijn. Half mens en half poes. Het is soms ook heel verwarrend om helemaal mens te zijn. Oh ja? Ja. Weet u wat het is? Ik twijfel soms zo. Dan denk ik, oh, was ik maar weer poes. Met mijn staart omhoog onder de gouden regen. Op jacht gaan in een tuintje als de jonge spreeuwen uitvliegen. Soms verlang ik zelfs naar de kattenbak. Aan de andere kant, een juffrouw zijn heeft ook zijn prettige kanten. Dat dacht ik ook. Ja, wacht. Zaring. Wat was dat nieuws nou eigenlijk? De deodorantfabriek gaat uitbreiden. Bedankt. Welkom. Kijk eens, jongens. Kijk eens wat ik kan. Kijk eens. Kijk eens hoe hoog ik ben. Hey, jongens, mama gaat even wat drinken. Kijk eens. Breek de tent niet af als ik weg ben, hè? Alsjeblieft. Kijk dan. Gast ontvangen. Loop even door. Stippe van de krant. Wilt u een glaasje wijn? Ik heb een prachtige bourgogne. Nee, dank u. Ik moet nog schrijven. Gaat u zitten. Zo. Wat ik wilde vragen. Wat zijn nou precies de plannen met betrekking tot de uitbreiding van de fabriek? Oh, die plannen zijn nog helemaal niet rond. De gemeente moet nog vergaderen en zo, dus... Maar, als alles doorgaat, bent u de eerste. Trouwens, buitengewoon dat u nu al op de hoogte bent. Hoe doet u dat toch? Ja. Au! Au! Ik zeg dat het pijn doet. Laat los! Ik wil even kijken of het niet gebroken is. Het ziet er niet goed uit, hoor. Het is het beste dat ik u meeneem. Dat kan meneer Tibbe. Au, blijf van mijn lijf. Al dat getuttel. Ik wil niet in een mandje. En ik wil geen prik. Ik repeer nog liever. Mensen, dat is allemaal tuig. Dat is toch iets voor de krant? De jakkenpoes kreupel geslagen door de voorzitter van de dierenvrienden. Ze kan amper lopen. Ja, dat is natuurlijk afschuwelijk.
Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat je driftig wordt als er ineens een zwerfkat in je buffet staat. Hè? En, ja, ik kan me voorstellen dat je dan iets doet om die kat weg te jagen. Ik heb hem ontmoet. Die Ellemeet is in feite geen kwaaie kerel. Nou, in ieder geval is het niks voor de krant. Katten zijn geen nieuws. Mens. Geen staart, nog steeds dat enge mantelpak. Maar goed, ik heb je zus gesproken. Ze is niet meer kwaad. Je mag terugkomen. Als fatsoenlijke kat natuurlijk, ja. Ja, maar moet ik dat doen? Je zus heeft een ideetje. Ze wacht op je in de Emmalaan. Ga er maar snel naartoe. Waar wacht je op? Die aanstellerij heeft nou toch wel lang genoeg geduurd. Nou? Ik weet niet zeker of ik wel wil. Ik weifel en ik twijfel. Ik kan de kattenpersdienst toch ook niet zomaar alleen laten? Luister, ik geef alleen maar door wat je zuster gezegd heeft. En zij zei dat er haast bij was, maar goed, dus jij niet wilt. Ik weet het niet. Het is allemaal zo dubbel, tante. Tante. Minoes! Minoes! Mevrouw Pastoor. Oh, de heer zijn geprezen dat ik u tref. Oh, de harenkar is omver gereden. Oh. Shit. Harry! Maakte zich geen zorgen, juffrouw Minoes. Harry is misschien gewond, maar absoluut niet dood. Zeg, Timmer, weet jij wat er precies gebeurd is? Nee, ja, de kar lag op zijn zij en Harry was buiten west en verder was er niks te zien. Ik weet wie het gedaan heeft. Mevrouw Pastoor heeft het zelf gezien. Drie keer raden wie. Ellemeet? Ja, nou ja, hij heeft ook de bank beroofd en 100 mensen vermoord. Kom op. En Tinus heeft het ook gezien en Simon de schoolkat. Wat gezien? Wat krijgen we nou? Kom je tegenwoordig ook via het dak? Ellemeet heeft eerst de jakkenpoeskreupel geslagen, toen heeft hij de haringkar omver gereden en toen is hij keihard doorgereden. Wat een rotzak! Ja, maar er waren drie getuigen. Simon de schoolkat, Tinus en mevrouw Pastoor. Katten zijn geen getuigen. Oh nee? Nee. Ik kan niet in de krant zetten dat wij van verschillende katten hebben vernomen is de haringman omver gereden door onze bekende stadgenote, heer Ellemeet. Dat is geen bewijs. Ik vind u laf, meneer Tibbe. Alles. Alles wat ik u verteld heb. Alle nieuwtjes die de kattenpersdienst u heeft opgeleverd. Was er daar ook maar één onwaar van? Nee, dat niet, maar... Ellemeet is de weldoener van de stad. Waarom zou hij doorrijden naar een ongeluk? Hij wil kreukvrij blijven. Snap dat nou? Straks dan beslist de gemeente negatief over zijn uitbreidingsplannen. Nee, dat wil hij niet. Ja, maar... Bah! Op deze manier wil ik uw assistent niet eens meer zijn. Laf! Vind jij dat ook? Het spijt me, Tim, maar ik vind je super laf. Hey, die Timme! Hey, die Harry.
gaat het? Flink pak op je sodomieten gehad, maar het gaat wel weer. Dank je. Nee, gelukkig hebben de dokters niks ernstigs gevonden. En wat is er nou precies gebeurd? Geen idee. Een knal en daarna weet ik niks meer. Schijnt dat er iemand tegen de kar is aangereden, maar ik heb niemand horen aankomen. Er gaan geruchten dat Ellemeet het gedaan heeft. Ellemeet? Ellemeet is een van mijn beste klanten. Ellemeet zou eerst de hulp verlenen, die zou nooit doorrijden. Kan ik echt een beetje kwaad over worden, Tib, over dat geroddel? Dat is geroddel, hè? Heb jij iets gezien? Heb jij iets gezien? We hebben niks gezien. Ja, maar ik heb... Nee, Tib. Het idee alleen al is te belachelijk voor woorden. Nee, laat dat nou maar aan. Minoes. Ik staak. De hele kattenpersdienst staakt. Ik snap dat u teleurgesteld bent, maar ik ben ermee bezig, ja. Ik doe mijn best voor jullie, maar niemand gelooft me. Ellemeet is hun held. Mij vinden ze een roddelaar. En er zijn ook helemaal geen bewijzen. Niemand heeft wat gezien. De haringkar is brandschoon. Ellemeets auto ziet er picobello uit. U begrijpt er ook helemaal niks van, hè? Hij was niet eens met zijn eigen auto. Hij was met een grote nachtauto. Een grote nachtauto? De samenstelling blijft natuurlijk geheim. Maar ik kan u verzekeren dat ik juist die combinatie van de heerlijkste geuren, de zachtste oliën en de krachtigste kruiden is die de Deo Deos tot zo'n bijzonder product maakt. Puur natuur. Lief voor mens en dier. Heb je dat? Kom, gaan we nu naar buiten. Een fabriek met een goed product heeft ruimte nodig. Ruimte om uit te breiden. Wacht even. Hij stopt niet aan. Wat is er nou? De burgemeester. Moortje, kom dan bij de baas. Gaan we wandelen. Moortje, kom maar. Kom maar. Burgemeester van Wezel. Wat een verrassing. Hoe gaat het? Lukt het een beetje, mevrouw Ellemeek? Ja, geweldig. Gaat u mee? Ja, ga jij maar even iets voor jezelf doen. Zo. Kijk. Aan die kant, dat wordt helemaal weggehaald en dat wordt uw parkeerfaciliteit ook voor Killendoorn. Nou ja, en die oude caravan gaat natuurlijk tegen de vlakte. Spreek vanzelf. Oh, kijk, de pers. Excuseer. Ja, natuurlijk. Boedi, 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 boedi. Ah, boedi, boedi, boedi. Ik kom. Kom dan. Zullen we toch niet alleen blijven? Kom maar. Zoek je iets, Tibbe? Nou, met die uitbreidingsplannen van de fabriek was ik toch wel erg benieuwd wat er allemaal gebeurt hier. Zoals ik de eerste keer al zei, zodra er iets bekend is, ben jij de eerste. Maar we zijn nu bezig met een promotiefilmpje. Als je het leuk vindt, kan ik je wel een bandje sturen? Nou, dat is niet nodig. U had toch zo'n vrachtautootje waar u 's nachts mee rondreed? Ja, Katrientje. En nu heb ik die niet meer.
Moet je luisteren, ik ben niet gediend van dit soort onderzoeksjournalistiek. Ik hoop dat dat duidelijk is. U laat er geen gas over groeien. Het referendum is nog niet geweest en u begint al met graven. Tibbe, jouw hoofdredactrice is een hele goede vriendin. Van mij, van mijn vrouw. Een mooie carrière is zo geknakt. Ik hoop dat dat duidelijk is. Meneer Erbeet, als voorzitter van de Vereniging van Dierenvrienden weet u hier wel raad mee, denk ik. Huh? Nou, geen dank. Geen dank. Tante Moortje? Och, kind, er is iets vreselijks gebeurd. Nou, hou nou maar op met mokken en wees blij dat we er vanaf zijn. Ja, maar lieverd, je bent toch de voorzitter van de Vereniging van Dierenvrienden? Voorzitter, ja, maar ik run geen dierenasiel. Minoes! Hulp nodig? Oh, wat goed dat jullie er zijn. We moeten ze vinden. Tennis is als het leven zelf. Geven en nemen. De bal komt en de bal gaat. De een serveert en de ander slaat. Hebben we dat allemaal begrepen? Ja, meester. Bibi ook? Ja. Fijn. Dan gaan jullie nu zelf proberen. Minoes! Wat is aan de hand? Ellemeet heeft de jongen van Jakkepoes, hè? Kom. Ongelooflijk. Hé, hey, en Jakkepoes? Waar is Jakkepoes? We zijn meteen naartoe gaan, maar ze wil niet mee. Ja, je weet hoe ze is. En ik vond het te gevaarlijk om die jongen naar die caravan te laten. Als Ellemeet ze vindt... Het is verschrikkelijk. Wie doet er nou zoiets? Ja, de voorzitter van de Vereniging van Dierenvrienden. Ereburger van Killendoorn. De weldoener van de stad. Minoes, koffie. Bibi, kauwgum. Gaat u een stukje schrijven?
Nee, juffrouw Minoes. Ik ga het stukje schrijven. Zelfs de jakkenpoes is trots op u. Wauw. Hey, bedankt. Oh, ja. Ja. Welkom, Het is kwaad. Wat zeg ik? Hij is razend. En ik geef hem groot gelijk. Ik dacht dat ik je kon vertrouwen. Wat is dit voor lasterpraat? Het is de waarheid. Die element is hartstikke fout. Waar zijn je bewijzen? Juist. Tibbe, je kunt het goed maken. Je schrijft een aardig stukje waarin je zegt dat Ellemeet een zegen is voor Killendoorn. Dat het je spijt dat je je vergist hebt. En dat de geurtjes van de deodorantfabriek zo heerlijk ruiken. Dat het vreselijk zou zijn als er geen deodorant was. Want dat alle mensen dan stinkend zouden rondlopen. Oké, okay, dat is dus afgesproken. Nee, Ellemeet doet dingen die niet kunnen. Hij is gevaarlijk. Tibbe, je was de laatste tijd zo goed bezig. We kunnen die advertentiegelden niet missen. Wees toch eens een beetje verstandig. Nee, ik doe het niet. Goed. Prima. Dan heb ik verder niks meer te zeggen. Je kunt gaan. Tibbe de Vries. Autosleutels inleveren. Ontslaag. Ja, sorry dat ik het zeg, hoor, Tibbe, maar in feite is dit toch ook pure roddelpraat. Hoe kom je aan die onzin? Bedankt. Harry, je gelooft nooit wat me overkomen is. Ergens klopt het wel. Eerst ben ik niet ontslagen door de katten. En nou ben ik wel ontslagen, ook door de katten. Maar goed. Ik heb gedaan wat ik dacht dat ik moest doen. Het is nog niet over, Tibbe. Zo makkelijk komt die Ellemeet niet van ons af. Vannacht houden we Mauwin om de plannen te bespreken. En Mauwin, hoe laat? Nou, dat is alleen voor katten. Dat is discriminatie. Sorry. Bibi. Tadaa!
Ik ben blij dat je weer zo vaak komt. Oh. Ik was je niet vergeten hoor, maar... En die kattenpersdienst en Minoes. Het was eerst ook geheim. Ik snap het wel. Tibbe, luister eens. Ik heb het er met mijn man over gehad. Die zegt ook, het gaat zo niet langer. Wat bedoelt u? Wat ik bedoel? Het is hier een broeinest van katten. 4 jongen, een zwerfkatten, dan nog die juffrouw. En dan nog honderden op het dak. Wie doet mijn dochter hier op dit tijdstip? Wie? Hij wordt al lang in bed te liggen. Jij kunt meneer Ellemeet misschien belachelijk maken, maar mij niet. Jij bent volgende week hier weg. Ik huur die kamer wel aan een ander. Een betrouwbaar iemand. Goedenavond! Minoes. Het komt allemaal goed. We hebben een plan. Uitjes erbij, zuur, meneer Ellemeet. Heel graag, Harry. Zeg, Harry. Wil maar 20. Zo, dank u wel, meneer Ellemeet. Ik zat te denken, Harry. Jij stemt toch wel positief aanstaande donderdag? Ja, wat dacht u, meneer Ellemeet? U kunt op mij rekenen, hoor. Nou, eens kijken. Zelfs de katten stemmen op u. Wat ben u toch een dierenvriend? Ja. Zo. Nou, hier zijn de visjes. En we zitten, Harry. Dag. Ellemeet, wij stemmen ook op u, hoor. Wij zijn ook gek op katten. Lekker de biefstukjes, meneer Ellemeet. Alsjeblieft. Ja. En nog 4 worstjes. Alsjeblieft. Ja. Hier is uw fles Bourgogne. Ah, dank je. Is alles in orde, meneer Ellemeet? Ja hoor, dankjewel Bob. Alvast bedankt voor je steun. Dag meneer Ellemeet. Hopen zegen. Zo'n onhebbelijke gewoonte. Ik ben zo blij dat je niet meer boos op me bent. Ja, maar ik hoop wel dat jij je leven betert, hè? Dieren hebben toch ook gevoel? Je hebt gelijk. Liever, laat nou, hè? Laat nou. Rozen! Ze vernielen mijn rozenstruik! Liefert! Zijn ze weg of niet? Nou, schat. Rats! Wat doe je nou? Niks doen! Kijk, tuig! Niks! Liever! Alsjeblieft! En nou meteen het rocket!
dit nou zien. Rectificatie. Ze hadden zeker geen grotere letters. De fabriek breidt gewoon uit en we zullen er nooit achter komen wat voor vreselijks LMH 's nachts door onze stad vervoert. Juffrouw Minoes, als u een vrachtwagen moest verstoppen, zodat niemand hem kon vinden, waar zou u dat dan doen? Als poes of als mens? Laat het maar. Ziet u er mooi uit? Vanavond is het referendum. Ja, ik weet het. Ik ga er niet heen. Ik ben al lang blij dat ik geen stukje meer hoef te schrijven. Heel Killendoorn haat me. Ik ga wel en ik zou het erg prettig vinden als u met me meeging. Oh? Volgens mij komt ze niet. Alles is voor niks. Ze durft gewoon niet. Houd toch op, Joop. Wij vrouwen zijn tot meer in staat dan je denkt, hoor. Inderdaad, mevrouw Pastoor. Zeker jij, Leentje. Tinus, je bent net vader geworden. Oh, dat is waar ook. Hè? Nou, Wil. En jullie katers denken maar aan één ding. Zeker weten. Lekker toch? Daar is ze. Daar is Minoes. Kom. Leren durven, weet u nog? Dat is die jongen van de krant. Ja. Met zijn secretaresse. Hij werkt nu niet meer bij de krant. Ontslagen. Oh ja? Vanwege dat schandalige stukje over meneer Ellemeet. Met al die valse beschuldiging. Geachte mensen, lieve vrienden. Wat een heerlijke opkomst. Zoals u weet kan de uitbreiding van de deodorantfabriek alleen gerealiseerd worden dankzij u. En om alles nog eens even helder op een rijtje te zetten, hebben mijn vrouw en ik een film gemaakt die wij hier graag zouden willen laten zien. Dat kan toch wel even, hè, burgemeester? Natuurlijk. Prima. Kijk, de precieze samenstelling blijft natuurlijk geheim. Maar ik kan u verzekeren dat ik juist die combinatie van de heerlijkste geuren, de zachtste oliën en de krachtigste kruiden is die de Deo Deo's tot zo'n bijzonder product maken. Puur natuur. Lief voor mens en dier. En... Oh, er is niet. Hé, dit is mevrouw Pastoor. Ga maar even naar dat ding kijken. Wat was dat? Nou, lieverd, wat doe je nu? Schat, ik doe niks. Echt niet. Ja, maar dit is niet zo. Hé, hey, dan heb je Tinus. Yes. De mensen, dit is trucage. Dit is pure trucage. Er is hier iemand die probeert mij gewoon zwaar te maken. Wat doe jij hier? Alsjeblieft. Auw! Hij sloeg me. Kind, het is schandaal. Ik dacht dat meneer Ellemeet zo'n grote dierenvriend was. Ik kom met mevrouw Pastoor. Ik weet het niet, ik weet het niet. Pauze, het is nu even een pauze en een... Nee! Wat zien jullie nou wel dat ik gelijk had? En waarschijnlijk zijn er nog veel meer bewijzen. Op naar de deodorantfabriek! Ja, nu meteen! Ja! Pas op, pas op! Hey. Wat mensen! Tante Moortje, het is me gelukt.
net op tijd. Vannacht moet het gebeuren. Vannacht? Dit is je enige kans. Je zus weet nu zeker hoe je weer kat kan worden. Ik kan niet. Tibbe, mijn baas heeft me nu nodig. Onzin. Heb je helemaal niet nodig. Hij kan alles en hij durft alles. We moeten vertrekken! Af naar de fabriek! Ah! Maar ik wil helemaal niet naar Chili. Je luistert niet eens. Ik heb hier ook mijn dingen, hoor. De mensen begrijpen helemaal niets van. Dat kan jou misschien niet schelen, maar ik heb ook mijn eigen leven. Daar zijn ze nou weer mee bezig. Verdomme, ga eens uit de weg. Rijntje, het is helemaal wel laat. Wat doen jullie hier op mijn terrein? Wat is hier geen verzamelplaats? Wat is dat hier? Een vrachtautootje. Een gebotst vrachtautootje. Harry? Die was u toch kwijt? Weet je wat jullie zijn? Een stelletje ondankbare honden! Alles wat ik heb gedaan is ter meerdere eer en glorie van jullie. Alleen van jullie! Heel Killendoorn bloeit en blaakt alleen maar dankzij mij! En ik hoef helemaal geen dankjewel. Alleen maar een klein beetje respect. Burgers van Killendoorn, deze man heeft geprobeerd mij om te kopen met een zwembad. Maar ik vind toch wel een perfecte locatie voor een zwembad. Wat moet ik nou eigenlijk precies doen? Een goudvink opvreten met veren en al. Goudvink? Luister, goudvinken eten kruiden. Die helpen tegen ziektes, ook tegen die van jou. Kom nou toch, Minoes. Er zit er nu één in de Emmalaan. Als we niet opschieten, is die weg. Gefeliciteerd, Tibbe. Maar ik blijf erbij dat je geen bewijs had. En zonder bewijs mag je niet schrijven. Dat is nou even zo. Ik hoop dat je dat voortaan wel anders aanpakt. Voortaan? Ja. Je blijft toch zeker wel? Nou, graag. Maar hoe heb je dat nou ontdekt van die vaatjes? Nee, het is toch waar? Ik bedoel, zelfs Ellemeets medewerkers wisten niet dat hij van die gevaarlijke hormonen gebruikte. Nou ja, ik heb zo mijn bronnen. Je secretaresse zeker weer. Ja, waar is ze eigenlijk? In een boom? Minoes! Ja, Tibbe. Ik wil je even zeggen, bij deze is de huur niet meer opgezegd. Mooi, dank je. Ik heb erover nagedacht. We vonden het een... onterecht. Juffrouw Minoes! Waar moeten we zijn? Wat nummer? Een gouden regen. Een tuin met een gouden regen. Hey, is dit een gouden regen? Nee, we zijn te laat. Shit. Minoes, laat los! Niet doen, niet doen. Het is de natuur. Katten eten nou eenmaal vogeltjes. Rot natuur. Kom, er ligt nog ijs in de koelkast. Nog eentje? Ja hoor, tuurlijk. De tuin zit vol met zeldzame goudvinken. Weet je wat jij bent?
een mens. Ze zijn allemaal hetzelfde. Wel zelf kip eten, maar oh wee als wij een vogeltje vangen. Heel oneerlijk. Waarom doe je het dan zelf? Weet ik niet. Ik denk dat ik veranderd ben. Ik kon me indenken dat het vogeltje bang was en dat hij pijn had. Raar, hè? Weet je wat het is? Ik heb mijn baan terug, ik mag in mijn huis blijven, maar het kan me allemaal niks schelen. Zonder Minoes. Ik had er nog zoveel willen vragen en toen heb ik haar ooit wel bedankt. Eigenlijk vond ik haar ontzettend leuk. Zoals ze in een boom kon klimmen. Of spinnen. Eigenlijk was het allerleukste als ze spon. Spinnelijk. Ja. Of Nezi. Ja. Ja. Ze was een kat, maar ik zag het niet. Kon ik de tijd maar terugdraaien, dan mocht ze alle katse gewoontes houden. Allemaal? Minoes! Ja, natuurlijk! Maar spinnen en krabben en kopjes geven? Nou, krabben hoeft nou niet, maar ik zou best een lekker kopje willen geven. Doe maar gerust. Ik ben zo blij dat je weer terug bent. Dat neusje, hoe ging dat ook alweer? Heb je het goed zo? Heel goed. Le petit coup de chance, c'est quelquefois la providence qui vous l'envoie. Et le petit coup de chance, quand on y croit, c'est sûr d'avance qu'il arrivera. Dans l'existence, on a parfois plus d'espérance qu'on a de joie. Mais quand on pense, ça s'arrangera. Le petit coup de chance est toujours là. Je suis née sous la balance. Ça rime avec la chance. Chouette alors. Moi, je suis du Capricorne. Non. Oui. Ça, c'est bon à cause des cornes. Le petit coup de chance, c'est quelquefois la providence qui vous l'envoie. Le petit coup de chance, quand on y croit, c'est sûr d'avance qu'il arrivera. Dans l'existence, on a parfois plus d'espérance qu'on a de joie. Mais quand on pense, ça s'arrangera. Le petit coup de chance est toujours là. Ik heb zo lang gezocht naar wat ik moest. Wat ik zou, naar wie ik was en wat ik wou. Ik heb zo lang gezocht, maar alles, alles, alles valt nu op zijn plek door jou. Nooit meer bang voor lange nachten. Nooit meer bang alleen te zijn. Nooit meer bang voor niks te wachten op de allerlaatste trein. Nooit meer bang iets stoms te zeggen. Nooit meer lopen langs de gracht. Nooit meer bang dat iemand om me lacht. Ik heb zo lang gevonden dat ik niet mezelf kon zijn, want ik ben niet zoals jij. Ik
heb zoveel gevonden. En alles, alles, alles valt nu op zijn plek. Bang te zijn.